Peter Maas, 1-2. Maar het had misschien ook andersom kunnen zijn. Ja, want in het tegenovergestelde van andere wedstrijden hebben we vandaag wel wat kansen afgedwongen. Toen hebben we denk ik verschillende keren heel goed in de positie gekomen. Dat was we iets rustiger waren. In een meerderheidssituatie dat we het beter uitspelen. Ja, dat we dan misschien nog meer kansen tot gevolg hadden kunnen komen. Twee sleutelmomenten, twee doelpunten die we binnenkrijgen. Kan je misschien jouw visie op die twee fasen, de eerste fase, de eerste goal van Anderlecht? Ja, de eerste doelpunt vind ik dat het altijd fout is. Er wordt Söder in zijn rug aangelopen. Weliswaar vanuit het duel, maar ik denk als je van achter iemand in een duel krijgt, dan denk ik dat je altijd fout gaat krijgen. En iedereen had het gevoel dat we een fout gingen krijgen. En dan gaan wij dan weer in de fout, want we blijven op dat moment eigenlijk allemaal staan en we claimen die vrije trap. Waardoor dat die center iets te gemakkelijk mag komen. En waar Gerkes, waar we denk ik toch genoeg al verwittigd hebben, die altijd in die zone zit, die dus ook al gescoord heeft in de vorige wedstrijd, dat we die niet oppakken. En daardoor komen we eigenlijk heel gemakkelijk op achterstand. Ons eerste kwartier was niet goed, we stonden niet goed. Ook deels te maken dat we denk ik vanuit de veldbezetting niet de juiste keuze gemaakt hebben. En op het moment dat we dat gewijzigd hebben, dan denk ik dat we heel goed in die wedstrijd kwamen. En dat we ook verdiend dat doelpunt gescoord hebben, waardoor dat we nog wel wat kansen gecreëerd hebben. Tweede doelpunt, denk ik hetzelfde situatie. Ook een situatie waar we eigenlijk onwaarschijnlijk ook weer een moment blijven stilstaan, twee, drie spelers. Anderlecht maakt de situatie af. De linnikersman die stond met zijn vlag omhoog. Dus iedereen was ervan gedacht, oké, die zal wel gaan fluiten. Maar op dat moment is er door een omstandigheid iemand die van ons achter het doel belandt, Rousseau. Vanuit een duel, vanuit een actie. Ja, en dan kan het blijkbaar geen buitenspel zijn. En, ja, in mijn opinie is het zo als iemand buiten het spel stapt voor de buitenspelval op te heffen. Ja, dat is een ander verhaal, maar dit was gewoon in actie. Ja, en dan blijven we staan en krijgen we het doelpunt binnen en de scheidsrechter overroelt. Dat is natuurlijk zonde, maar je hebt ook vooral positieve dingen gezien deze keer in vergelijking met de vorige twee thuiswedstrijden. Ja, het team heeft heel hard gewerkt en tot denk ik de laatste 10 minuten hebben we heel weinig weggegeven en hebben we toch getracht vooruit te voetballen. Hebben we goede momenten gehad, maar ook nog heel veel slordige momenten. En, ik denk dat we vandaag weer heel veel leergeld betalen. Dat we twee heel gemakkelijke doelpunten weggeven. En dat we verliezen. Dus het gaat inderdaad, zoals zij zegt, over 3 punten. Steve de Ridder moest van het veld. Al een idee van hoe erg het is? Nee, ik weet niet. Hij had een heel eigenaardig gevoel. Dus dat zal nog moeten uitgewezen worden. Maar volgende week alweer een zware wedstrijd uit op Brugge. Ja, we hebben elke week zware wedstrijden. Hè. Dus we moeten keihard werken voor ons resultaat. En als je ziet, Anderlecht in al zijn wedstrijden ook heel hard moet werken voor het resultaat. Dat wil zeggen dat de competitie in België op verschillende manieren, eentje in balbezit en een andere misschien in balverlies, heel hard is. En dan moet je focus behouden, dan moet je alle middelen aanwenden voor een resultaat te spelen. En ja, daar laten we nog wel eens iets in leggen. Oké, dankjewel. We gaan hier het centrale gedeelte afsluiten.